Nick heeft de derby tegen het Friese LDODK gisteravond met 25-18 gewonnen. In een stampvolle Alpha Collegehal waren de Groningers de gehele wedstrijd de betere ploeg. Nick kwam vrij snel op een voorsprong van 5 doelpunten en breidde die langzaam maar zeker uit. En door de overwinning passeert de thuisploeg de Friesen op de ranglijst. Dik winnen van LDODK, dat is altijd mooi. En zeker in zo'n wedstrijd met zoveel entourage, dus die feestdagen, laat maar komen. Want hoeveel druk stond er van tevoren op deze wedstrijd voor jullie? Ja, veel. Kijk, zij presteren heel goed en hebben 5 punten uit die eerste 6-7 wedstrijden. En dat maakt de druk hoog omdat wij de 4 hebben. Alleen wij hebben al een tijd dat we op trainingen erg hoog niveau halen. En het omzetten naar de wedstrijd, dat is vandaag gelukt. Nick was in de aanval en verdediging oppermachtig en kwam geen moment in de problemen. Ricky Woe met 11 treffers en Rianne Echten met 9 treffers zorgden voor de doelpunten en een makkelijke overwinning op de promovendus. Zo voelt het in het veld heel anders. Van de buitenkant zal daar absoluut zo op terugkijken. Een overwinning die snel is gepakt en is geconsolideerd. In het veld denk je wel van, oh mooi, we hebben het gat geslagen, we zitten er goed in. We hebben Rianne die heel erg hot was vandaag, dus dat maakt het in ons vak makkelijk zoeken. Ricky was natuurlijk op geen fases ook heel erg hot. Zo'n wedstrijd, je zit niet van, ze gaan we even uitballen of zo. Dat vergt heel veel concentratie, heel veel focus. En dat hebben we opgebracht en dat is heel goed. De afgelopen weken wist Nick niet te winnen en de ploeg zakte weg op de ranglijst. Dat klopt, hè, dat is statistisch waar. Alleen ons spel, daar hadden we een catering voor aanvallend. Verdedigend was prima in orde, ook tegen de grote ploegen. Kijk, we krijgen nu straks wedstrijden PKC en KZ. Dat worden voor ons mooie wedstrijden waar we er onbevangen in kunnen gaan. Daarom juist zijn deze 2 punten heel erg belangrijk en het verschil ook voor eventueel onderling resultaat. Friso Bode scoorde zelf 3 treffers en was in de rebound nauwelijks te kloppen. Hij had het tijdens de wedstrijd regelmatig aan de stok met zijn directe tegenstander. In dit soort wedstrijden dan gaat het om winnen en om winnaarsmentaliteit. En op het moment dat een tegenstander zo makkelijk eruit is te halen, psychisch, dan is dat alleen maar mooi en dan moet je dat doen. En dan kan de kerstgedachte nog wel even 2 dagen wachten. Ja, dan kan de kerstgedachte. Maar in het veld is het hart tegen hart. En daar, dat is onze sport, maakt het ook mooi. Moet wel fair blijven. En buiten het veld is het allemaal gezamenlijk even een drankje drinken. En zijn we allemaal vrienden. Dat is geen enkel probleem. Door de overwinning stijgt Nick naar de 6e plaats met 6 punten uit 7 wedstrijden.